Ja, les 3 alweer van het olieverf leren schilderen voor beginners. Nou, zoals jullie zien staat de achtergrond er nu op en die gaat van donker naar licht. Zoals gezegd, het licht komt van rechts. En nou ja, het is misschien op de camera niet goed te zien, maar zoals ik er nu voor zit, nou, dan zie ik dat hij nog ontzettend transparant is. Dus die heeft nog een laag nodig. Maar we gaan beginnen met het schilderen van de 3 cirkels. En ik heb mijn kleurenpaletje alweer klaargelegd en die ga ik jullie laten zien. Ik moet hem een beetje schuin houden, anders dan valt het van mijn glasplaatje af. Kijk, ik zet hem even voor mij neer. Even de penselen opzij. Ik zet hem ietsje schuin, want ik was net met filmen begonnen en toen droop alles eraf. Nou, je ziet het wel dat ik al wat heb gedaan. Nou, wat voor kleuren heb ik gebruikt? De eerste kleur, titaniumwit. Een dekkend wit. En waar ik altijd op let als ik titaanwit koop, is dat erop staat safloerolie. Je hebt ook titaanwit met lijnolie, maar die vergilt wat sneller. Safloerolie houdt je kleur echt mooi wit. Ondertussen even mijn paletmesje afveeg. Als tweede kleur, cadmiumgeel. En ook dit is weer een dekkende kleur. Alle kleuren die cadmium zijn, die cadmium heten, dat zijn dekkende kleuren. Heb je citroengeel of azogeel, dan kun je daar ook prima mee schilderen. Geel is een lastige kleur, maar het heeft wel heel veel mogelijkheden. Dus dat laat ik jullie zien. De volgende kleur, en dan heb ik van Oud-Holland, de krablak donker. En krablak is een hele transparante, hele donkerrode kleur. Ontzettend veel mogelijkheden, hele mooie warme kleur. Dus als je juist iets aan het schilderen bent met hele koele kleuren, doe maar eens een heel dun laagje krablak daartussen. Dus als je verf droog is, een dun laagje krablak met een beetje medium en dan weer doorschilderen. Krijg je meteen een hele mooie warme kleur. Nou, ik kan me voorstellen dat krablak niet in je assortiment zit. Wat je ook heel goed kan gebruiken, wat net zo transparant is en ook mooi donker is, karmijn. Karmijnrood is ietsje lichter dan krablak, maar het maakt elkaar niet veel. Dus is echt een heel prima alternatief. En dan de cadmiumrood, een dekkend rode kleur. Er zit ontzettend veel pigment in. En nou, hij is echt net zo rood als dat je hem hier op het palet ziet. Dus dek meteen in één keer. Dus je moet er altijd ontzettend weinig van gebruiken. Maar hele fijne kleur, ook voor in huid tonen. Dus wij gaan er straks mee beginnen. En deze, cadmium oranje. En ik heb hem van Rembrandt, die is ietsje lichter qua kleur dan die van Van Gogh of van Winsor & Newton en Oud-Holland. Maar helemaal prima, prima oranje kleur. En ook van die andere merken heel goed. En ook dit is een cadmium kleur, dus dekkend. En als zesde kleur, gebrande sienna. En dat is een hele transparante roodbruine kleur. Wordt heel veel gebruikt om bijvoorbeeld je hele doek mee in te smeren, überhaupt voordat je je onderwerp erop zet. Ja, een onmisbare kleur. Ik kan me geen schilderij voorstellen waar ik geen gebrande sienna in heb. En zo zijn er nog meer kleuren hoor. Die horen altijd tot je lijstje van de 10 favorieten. En daar is dit er één van. Nou, en als laatste kleur, ultramarijnblauw. Dat is dezelfde transparante kleur die we ook in de onderlaag hebben gedaan, die we hebben gemengd met gebrande omber, zodat we die zwarte kleur kregen. Nu gaan we hem iets anders gebruiken, maar dat laat ik zien. Nou, wat heb ik nog meer? Ik heb natuurlijk een keukenrol naast mij staan om mijn penseel en paletmes mee af te vegen. En die leg ik even naar rechts, want dan kan ik er beter bij. Ik heb uiteraard mijn potje liquine weer. Het gel medium wat we ook gebruikt hebben in de eerste olieverflaag. Of tenminste, de eerste was natuurlijk met Gemsel. De tweede moet ik eigenlijk zeggen, in deze laag, waar we kleur hebben aangebracht. Het gel medium, een alkietharsh, waar die ervoor zorgt dat je olieverf sneller droogt en die hem ook lekker smeerbaar maakt. Dus waardoor je lekker je verf er heel dunnetjes op kunt zetten. Pas op dat je niet al te veel in één keer gebruikt, want dan wordt je verf echt veel te transparant. In de eerste laag geeft dat nog niet, maar je kunt je voorstellen, als je het heel dun op blijft smeren met transparante kleuren verf, ja, dan ga je hem bijna niet dekkend krijgen. Dus we gaan hem gebruiken in deze laag. Nou, ik heb mijn paletmes. Die ga ik zo als eerste gebruiken om de kleuren te mengen. En ik heb hier in mijn vaasje 3 kattentongpenselen. Van groot naar klein. En ik gebruik denk ik het liefste toch die grootste. Dat is helemaal van jou afhankelijk. Hè? Je kunt een platte penseel gebruiken. Maar wat ik altijd doe is een kattenhaar en synthetische haren. Schildert lekker zacht.
Varkenshaar is gewoon wat ruwer. Kun je wel gebruiken bijvoorbeeld om haar mee te schilderen of een dier. Voor een vacht is een varkensharen penseel heel mooi. Krijg je een hele mooie losse toets. Voor een volgende keer misschien. Nou goed, we gaan de kleuren mengen. Die drie cirkels, en ik leg mijn glasplaatje iets lager. We maken een rode, een oranje en een gele cirkel. Daarom kunnen we in dit kleurenpalet blijven. Anders dan moet je misschien al 10 kleuren op je palet doen. En die heb je wellicht niet in je assortiment. Dit zijn een beetje de basiskleuren. Ja, de krablak of de karmijn zit niet altijd in een basispakketje. Maar die andere zeker wel. Dus we beginnen met, met de achterste. Maar het is natuurlijk die daaronder. Maar ik begin toch even met die grootste. Dan kan ik het duidelijk laten zien. Nou, we schilderen van donker naar licht. Deze gaan we rood maken. Nou, als we deze kleur als donkerste zouden gebruiken en we moeten hier naar het licht toe, dan zou je denken, dan moet ik wit toevoegen. Maar dan krijg je roze. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus het eerste wat we gaan doen, is een hele donkerrode kleur aanmaken. Nou, en ik gebruik niet al te veel verf. Je zal zien dat je met olieverf echt heel spaarzaam kunt doen. Ik zet hem even verder rechtop. Kunnen jullie de kleuren goed zien? Cadmiumrood. En daar voeg ik een klein beetje ultramarijnblauw aan toe. Blauw is een schaduwkleur van rood. Dan krijg je meteen al een donkere versie van je rood. Dat zie je, hè? Dat deze veel helderder is dan die. Toch vind ik hem nog niet donker genoeg. Dus ik doe er een beetje blauw bij. En dat komt door het pigment wat in dat cadmiumrood zit. Dat geeft zoveel kleur af. Vandaar dat ik zeg, pak er een heel klein beetje van. Want doe je daar te veel van, dan krijg je het nooit op de goede kleurhoogte. Ik vind hem nog, nu ik blauw op toevoeg, een beetje te bruin. En dan voeg ik die krablak toe. Best wel een aardige mespunt, laat ik het zo noemen. Je kleur wordt meteen door het toevoegen van die krablak warm donkerrood. Zie je dat? Heb je een hele mooie schaduwkleur. Al schilderend kan het zijn dat ik hem nog steeds niet donker genoeg vind. Dus ik pak daar een beetje van af. En dan maak ik er nog een beetje donker, nog een beetje blauw bij. Dan krijg ik een mooie schaduwkleur. Rood met een hele mooie blauwige gloed erin. Zie je dat? Nu heb ik donkerrood, middenrood en dan moeten we nog een lichte rood gaan maken. Nou, ik heb allemaal donker aan mijn paletmes, dus die veeg ik rechts van mij even af aan mijn keukenrol die naast me ligt. Dan pak ik weer mijn cadmiumrood en dan doe ik een beetje krablak bij. Nou, en om rood lichter te maken, zou ik wit doen. Ik zal het even laten zien, dan krijg ik roze. En dat kan natuurlijk op je lichte rood. Maar het is veel, kijk, het is veel te roze. Je kan het misschien wel gebruiken, maar veel mooier is het, en dat laat ik jullie zien, om een beetje cadmiumgeel toe te voegen aan je rood. Ik moet even met één hand mijn glasplaatje vasthouden. Krijg je een helder oranje-rode kleur. Doe dan een heel klein beetje rood erbij hier aan de onderkant. Dan heb ik ook nog een iets rodere variant. Nou, nu heb ik dus een beetje geel toegevoegd, toen rood. Als ik nu een beetje wit daarbij doe, bij die lichtere kleur, dan wordt die lang zo roze niet. Dan zal ik het laten zien. Toch zit je in je rode kleuren. En ik zal het laten zien. Kijk, dit is de roze. En deze, dit is mooi een heldere lichte rood. Dus wil je rood lichter maken zonder dat het te roze wordt, eerst een beetje geel toevoegen en dan later pas een beetje wit. En nou hebben we hele mooie kleuren van donker naar licht. En misschien doen we er ook nog wel een beetje cadmiumrood doorheen. We beginnen met schilderen. Dus ik ga het laten zien. Ik veeg mijn paletmes even af. En ik doe ondertussen, dan kan ik het laten zien, met mijn penseel een klein beetje van de liquine op mijn palet. Zodat jullie kunnen zien wat ik doe. Goed. Nou, ik pak nu eerst de donkerste kleur. Want we schilderen, dat weet je nog van de achtergrond, altijd van donker naar licht. Zodra ik een andere kleur pak, dan pak ik mijn palet er weer bij. Dus ik begin met de donkerste kleur. En ik zit heel scheef voor mijn schilderij. Maar
Het is om het goed te kunnen laten zien. En jullie zien, hè, dat ik pak weer even die donkerste kleur. Jullie zien dat ik de verf er iets vandaan zet, op de schaduwkant. En dan pas ga ik naar die rand toe. Zou ik heel veel verf aan mijn penseel doen en meteen hier bij die rand beginnen, dan krijg je zo'n opliggend randje, precies daar. Dat is heel onnatuurlijk. Dus je zet je verf er iets verder vandaan en dan breng je het met de, niet helemaal met de bovenkant van je penseel, want dan zou ik hem zo moeten zetten, maar een beetje met de schuine voorkant van het penseel breng je dat naar de zijkant toe. Omdat de cadmium rood in zit, dan zie je dat hij al best wel dekkend is. Hè? En ik overdrijf ook een beetje met dat donker. Misschien zet ik hem wel iets verder neer dan waar ik het zie. Terwijl ik weer een beetje verf pak. En misschien mag die bij die buitenkanten straks nog wel wat donkerder. Maar dan ga ik eerst even wat lichter inzetten. Nou, en je ziet dat ik hem nu aardig rond krijg. Ik ben natuurlijk met die achtergrondkleur iets over die randjes heen gegaan. Dus die vallen er nu meteen mooi achter. Weer een beetje donker. En als ik heel precies moet schilderen, pak ik mijn penseel wat lager vast. Maar nu ga ik dat middengedeelte doen. Dan pak ik mijn penseel, en daarom zijn ze ook zo lang gemaakt, wat verder naar achteren vast. Dan gebruik ik beide kanten van het penseel, maar dan vind ik het gewoon veel lekkerder schilderen. Goed, en dan ga ik hem nog en dan pak ik een heel klein beetje liquine en een beetje ultramarijn blauw aan allebei de kanten van het penseel. En dan ga ik hem aan deze kant ga ik hem nog iets donkerder maken met mijn blauw. Nog een beetje erbij. Nog een beetje blauw. Nog een beetje blauw. Grappig, hè? We zijn met blauw aan het schilderen. Dat moet een rode bal gaan worden. Ja, jullie gaan het zien hoe mooi dat wordt. Kijk, dan maak ik die hele buitenste rand maak ik net even iets donker. Ik ga niet helemaal tot het midden waar ik het geschilderd heb. Maar zo krijg je al een beetje dat je ziet dat dit stukje is wat blauwer. Ja, dat mag hierboven ook nog wel een klein beetje, zie ik. En daar naar beneden ook. Oké. Nou, ik denk dat ik dit genoeg vind. Ik veeg mijn penseel even gewoon een beetje af aan mijn keukenrolletje die naast me ligt. Dus er zit nog gerust, er zit allemaal wel een beetje blauw in, maar dat maakt niet uit. Nou ga ik naar die middentoon, deze. Aan allebei de kanten van mijn penseel doe ik de verf. En ik heb nog geen liquine eraan gedaan, misschien is dat nodig, maar ik denk het niet. En die mag van mij een beetje feller nog. Dus wat doe ik? Met die vuilige kwast, hè, waar nog een beetje van die verf aan zit, pak ik mijn cadmiumrood. En dat doet heel veel hoor, dus doe daar echt voorzichtig mee. En die ga ik erin zetten. Kijk, nou wordt die mooi rood. Toch is die nog steeds niet fel rood. En ook hier doe ik wat ik ook gedaan heb. Ik moet even mijn paletje wegleggen, anders kan ik er niet goed bij. Dat ik mijn verf, ik doe weer een klein beetje van deze kleur. Even zien. Waar ik dat rood bij heb, deze. Doe nog een beetje aan de penseel. Ik doe hetzelfde dus wat ik hier in de achtergrond ook heb gedaan. Ik zet mijn licht iets verder van het donker vandaan en ga naar het licht toe. En dan poets ik het er een beetje in. Zonder helemaal daar naartoe te gaan, want dan wordt mijn licht weer veel te licht. Ik draai hem even op zijn kant, dat kan ik er beter bij. Mijn camera iets omhoog, zie ik. Ja, ik heb van die daglichtlampen bij mij boven aan het plafond hangen. Dus die schijnen altijd erg op mijn doekje. Ik pak weer een beetje van die cadmiumrood met deze kleur. Heel klein beetje liquine, dat wordt mijn verf echt te droog. En dan ga ik weer naar dat donker toe, zonder mijn donker te donker te maken. Nu is het zo dat hierachter komt natuurlijk donker vandaan. Dus dat ga ik er eerst opzetten voordat ik dit het lichtste licht geef.
En dat ga ik weer doen. Ik heb die, nog steeds diezelfde kleur aan mijn penseel. Nou, hier moet natuurlijk, hier valt het meeste donker hoor. Aan die achterkant. Dit is alleen maar een beetje schaduw, want het licht komt er naartoe. Dus het kan nooit zo donker zijn als daar waar de meeste schaduw zit. Dus met dat beetje dat deze kleur in mijn penseel, pak ik wel weer een klein beetje van dat donker. En dat zie je, dat breng ik een beetje naar elkaar toe. Dus daar zitten die drie kleuren een beetje door elkaar. En dat ga ik, dan draai ik hem nog even een kwartslag, terwijl ik mijn pallet even wegleg. Draai ik hem weer even een kwartslag. En dan raak ik deze kant even erop zetten. En je ziet dat ik nu mijn penseel niet zo gebruik, maar dat ik hem overdwars gebruik. En ik ga gerust een beetje over dat randje, want die andere komt er voor langs. Dus dan wil ik wel dat je dat ook suggereert, hè? Dat ik niet hier zeg maar langs schilder, dat je dat niet ziet als die straks klaar is. Maar dat je het idee hebt dat deze bal nog gewoon achter die bal die daarvoor loopt, loopt. En dat donker, dat zet ik iets verder door. Dan misschien de schaduwlijn is daar. Hier ook. En dan draai ik hem er even goed voor jullie. Oh, zicht. Nu gaan we het licht aanbrengen. En ik heb nog steeds, ik veeg de penseel alleen even af aan het doekje. Dus er zit nog van allerlei verf in de penseel. Ik pak een heel klein beetje liquine. En dan pak ik denk ik even een beetje van die middelste en die bovenste kleur. Die ligt er nog even niet. En ik kijk even wat er gebeurt. Kijk, die is echt al best wel heel licht. Misschien is die zelfs nog een beetje te oranje. Dus dan pak ik toch een beetje van die onderste kleur erbij. Ja, leg mijn palet weer even weg. En ik draai mijn doekje deze kant op. Ik ben rechtshandig. Dus ik vind het dan altijd handig om rechterkanten te schilderen. Nou is dit een klein doekje natuurlijk, dus dat is dan makkelijk. Maar als je een doek van een meter bij een meter hebt, dan kan het niet. En jullie zien, ik zet de lichtste kleur weer bij het donkere vandaan. En dan breng ik het naar elkaar toe. Hier ook. En daar ook. En vooral hier niet te ver naar je... niet te ver, of niet je donker te licht maken, hè? Want dan ben je het effect van die schaduw kwijt. En ik zet eerst alleen maar eens even de verf erop. En dan kijk ik straks wel waar ik nog een beetje bij kan doen. Waar het lichter moet, waar het donkerder moet. En je ziet hoe zuinig je bent, hè, met olieverf. Dat ik maar één keer even de penseel door de verf heb gehaald. En dat het eigenlijk al... Draai ik hem weer even terug. Mooi, hè, die kleuren. Nou, dan zie je dat dit allemaal nog veel te scherp is. Nou, er zit nu heel veel van die lichte kleur aan het penseel. Zou ik dit helemaal gaan blenden, wordt dit veel te licht. Dat is zonde. Dus ik veeg mijn penseeltje even af. En ik pak een schoon kwastje. Ook weer, nou, deze is vrij hard. Laat ik even eentje pakken die goed schoon is. En die wat zachter is. Deze. Schoon en mooi zacht. En dan ga ik het heel voorzichtig een beetje in elkaar blenden. En dan moet je oppassen dat als er licht aan je penseel zit, dat je weer niet te veel naar je donker toe gaat. Hè? Ik draai hem even. Oh. Veeg hem even af. Aan mijn doekje naast me. Dan ga ik hier vanuit dat donker een beetje richting het licht. Want dat doe ik expres, hè? Zou ik het andersom doen, van het licht naar het donker. Veeg hem weer iets af. Dan wordt mijn donker gewoon veel te licht en dan ben ik mijn vormen helemaal kwijt. Dus dat blenden doe je altijd vanuit je donker. Je ziet het, hè? Ik aai een beetje over de verf. Er zit genoeg verf en liquine op, dus dat blijft toch wel
lekker nat. Nou vind ik hem hier iets te licht worden. Dus dan pak ik weer de penseel waar ik mee geschilderd heb. En dan pak ik weer even die donkere kleur. Er zit toch een beetje licht in mijn kwast. Dus dat maakt niet uit. Mijn paletje even neerleggen en mijn doekje even draaien. Schone penseel die ik weer even afveeg. Een doekje. Nou kijk, dan staat de eerste erop. Mooi hè, zo voordat ze... voor die donkere achtergrond langs. Ik had natuurlijk daarmee moeten beginnen, want die ligt het meeste achter, maar dat was zo klein geweest. Maar die gaan we nu doen. Dus ik pak mijn paletje weer even. Een slokje van mijn thee neem. Ik zie dat die hier trouwens ietsje, en dat zie ik zeker op de video. Dat ga ik nu eerst doen. Ik mag wel even iets eronder, want dan loopt hij een beetje recht, zie ik. Dat is makkelijker om het eraan te schilderen dan er weer af te halen. Dus ik veeg mijn penseel even af. Nou kijk, dan staat de eerste erop. Mooi hè, zo voordat voor die donkere achtergrond langs. Ik had natuurlijk daarmee moeten beginnen, want die ligt het meeste achter. Maar dat was zo klein geweest. Maar die gaan we nu doen. Dus ik pak mijn paletje weer even. Een slokje van mijn thee neem. Ik zie dat die hier trouwens ietsje, en dat zie ik zeker op de video. Dat ga ik nu eerst doen. Ik mag wel even iets eronder, want dan loopt hij een beetje recht, zie ik. Dat is makkelijker om het eraan te schilderen dan er weer af te halen. Dus ik veeg mijn penseel even af, want de verf is toch nat. Dan ga ik gewoon vanuit die natte verf. Hier ietsje ronder maken. Dat is beter, denk ik. Ja, zie, als ik dan zo op mijn camera kijk, dan zie ik meteen weer de foutjes zitten. Oké, terwijl ik even een schoon keukenpapiertje naast me neerleg, want die zit helemaal onder het rood. Zo. Dan gaan we deze maken. Die maken we oranje. Nou, ik laat deze kleuren er even op zitten, want wellicht hebben we het misschien nog nodig. En ik heb weer mijn paletmes. Uiteraard hebben we nodig cadmium oranje, dus daar beginnen we mee. Is het hier, want hier is de liquid, ik doe het hier even, dan is het te zien. Cadmium oranje. Om de donkerste kleur te maken, ik haal er even iets vanaf en dat doe ik even hier. Dan kan ik wat lichter maken, anders heb ik veel te veel verf. Om die donkerder te maken, pak ik een beetje gebrande sienna. Die donkerbruin-rode kleur. Een hele mooie kleur in je oranje om je oranje een schaduwkleur te geven. Zo, dan gaat mijn paletje weer. Ja, dat is eigenlijk al je schaduwkleur. Om hem heel ietsje donkerder te maken en wat warmer, doe ik ook hier weer een klein beetje krablak doorheen. Die transparante wijnrode kleur. En toch maken we een oranje bal. Maar je ziet meteen dat die kleur warmer wordt. Ja, ik hoop dat het video goed te zien is. Dat is altijd lastig. Nou, dat is onze donkerste kleur. En misschien doe ik er aan deze kant zelfs ook nog een beetje blauw doorheen. Maar dat gaan we zien als we gaan schilderen. Nou, dan heb ik de middenkleur. Die is mooi oranje. Doe ik een heel klein beetje van die mengkleur doorheen. Dat we een lichtere variant hebben. En je ziet, als ik van donker naar licht ga,
maak ik meestal 3 of 4 kleuren aan. Dit is je middenkleur. En dan maken we een mooie felle oranje. Kijk, dan zien jullie dat? Ja. En dat doen we door een heel klein beetje weer cadmiumgeel toe te voegen. En dan zie je het, hè, er hoeft niet eens wit bij. Wat een mooie, heldere kleur je dan krijgt. Mogelijkheden met de cadmiumgeel. Nou, dan hadden ze de video moeten zien. Ik doe nog een klein beetje geel en een tipje wit erbij. Die nog ietsje lichter. Deze zit natuurlijk vooraan, dus die vangt ook heel veel licht. Goed, ik veeg mijn paletmes weer af. En ik gebruik dezelfde penseel waar ik ook de rode mee gedaan heb. Ik veeg hem gewoon even goed af aan het keukenrolletje. Maar ik heb er nog, er zit nog gerust wat verf in, dat maakt niet uit. Ik pak weer een beetje van de liquine en ik pak mijn donkerste kleur. Nou, leg ik mijn palet weer even opzij. En dan begin ik met die donkerste kleur. Nou vind ik hem nog, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, ik vind hem vrij vlak. Dus ik ga toch doen wat ik net zei. Ik pak een klein beetje ultramarijn blauw. En dan maak ik mijn oranje donker ermee. Hij wordt zelfs een beetje groenig, zie ik, maar dat is wel mooi. En dan ga ik weer, wat ik net bij die andere ook deed, ga ik iets verder met mijn schaduw dan waar ik het zie. Want we gaan er toch licht tegenaan zetten. Dat is je donkerste kleur. Dan gaan we de middentoon pakken, deze. We hebben een heel klein beetje van deze menging en nog wat meer cadmium oranje aan toe hebben gevoegd. En die zet ik er iets vandaan en dan ga ik er naartoe. En ik voel dat mijn verf een beetje stroef wordt, dus ik pak een klein beetje liquine. En ik breng het er naartoe. Straks als ik mijn paletje even weer neerleg, dan draai ik mijn doekje weer. Want zo vind ik het lastig om de boven- en de onderkant te schilderen. Ik pak weer een klein beetje van die menging. En dan ga ik mijn palet opzij leggen. En mijn doek een beetje draaien. Dan kan ik goed zo rond mogen. Oh, kijk, nou schiet ik dus uit daar. Ik stoop mijn penseel tegen. Oh. Nou, er moet toch nog een laagje. Er zit nog een vlekje op hoor, maar dat maakt niet uit, want er moet toch nog een laagje overheen in die achtergrond. En dan ga ik met het licht naar het donker toe. Nog steeds zonder mijn donker veel te licht te maken. Hè? Ik zeg altijd, je kunt nooit donker genoeg beginnen. Ik maak hem ietsje ronder, want ik zie dat hij hier een beetje afwijkt. Tenminste, zoals ik ervoor zit. Hier moet straks weer een beetje donker tegenaan. Dan wordt hij hier te licht, zie je dat? Dan maak ik hem even deze kant op. Pak ik weer een beetje van die middelste kleur op mijn penseel. Hop. En dan ga ik deze kant doen. Ik zet de verf er iets vandaan en breng het er naartoe. Ik denk haast dat ik mijn donker te licht vind nu, ja. Dus ik veeg mijn penseel weer even af. En ik pak weer even die donkerste kleur, maar dat doe ik tegelijkertijd een beetje ultramarijn aan mijn kwast. En die meng ik een beetje bij die kleur. Anders vind ik hem echt te licht. Dat is zo zonde, met donker creëer je juist licht. Soms ben je geneigd van, het moet lichter. Maar dat kun je ook krijgen door je donker donkerder te maken. Dan vanzelf creëer je licht in je schilderij. Dus je doet eigenlijk het omgekeerde van wat je denkt dat je moet doen. Dat zeg ik ook al tegen mijn cursisten die ik lesgeef.
Maak je donker maar eens donkerder. Kijk dan maar eens wat er met je licht gebeurt. Dan zie je zo'n verandering in het licht. Zo. Nou, mag nog een beetje donkerder. Nog steeds meer donker. Als ik het dan voor me zie en ik zie het op de camera, dan vind ik het nog steeds te licht, te veel licht. En ik heb hier een beetje basiskleuren, hè? Maar je kunt natuurlijk mooie zandkleuren maken. Maar goed, dat heeft meer met die kleurenmenging te maken. Ik veeg mijn penseel weer even af aan mijn keukenrol. En ik pak een beetje van deze gemengd met die. Dus nog niet het hoogste licht. Nog steeds een beetje een tussenkleur. Want ik zie dat hij hier, dit vangt het meeste licht. Dus hieronder, hij pakt het licht wel mee, maar is hij niet zo licht als helemaal aan het uiteinde waar het meeste licht op valt. Kort slagje doordraaien. Ik wil er helemaal duizelig van worden misschien. Dan maak ik dit hoekje ietsje lichter dan de middenkleur. Maar nog niet zo licht als wat ik nu ga doen. Want hier valt het meeste licht op. Dus ik draai hem weer even die kant op, zodat ik hier goed bij kan. Moet ik natuurlijk oppassen dat ik niet met mijn handen daarin steun. Want het is echt heel erg nat. En dan pak ik mijn hoogste licht aan allebei de kanten van mijn penseel. En dan zie ik dat hij eigenlijk nog best wel wat lichter mag. Dus wat doe ik? Ik pak een beetje van mijn geel en mijn wit. En die doe ik hier bij dat oranje. Maak hem niet te geel, hè? Hij moet echt wel oranje blijven. Kijk, dat is mooi. Omdat ik wit aan mijn penseel heb, voel ik meteen dat die verf stroever is. Dus ik pak een heel klein beetje van de liquide die er nog op zit. Beetje geel, beetje wit. Ben je de lijnen kwijt van die cirkels, dan pak je gewoon weer even, want als je achtergrond droog is, kun je er gerust weer even een potje of een bekertje opzetten. Hè? Nou, ik heb hem een beetje dicht geschilderd en dan zie je nog dat die overgangen weer veel te scherp zijn. Dus ik leg mijn palet weer even neer en ik zet hem even weer de goede kant op. Kijk, dan zie je dat dit soort overgangen nog veel te scherp zijn. Dus ik leg mijn penseel aan de kant, pak mijn grote penseel die ik weer even goed afveeg. En met de platte kant blend ik alles een beetje naar elkaar toe. Veeg hem weer af, want ik ga nu van het licht naar het donker toe en anders wordt mijn donker weer te licht. Weer even afvegen. En dat maakt het mooi, hè? Dat donker. Met donker creëer je licht, zeg ik altijd. Lekker een sinaasappel. Ik heb nou een beetje een ei. Het lijkt alsof die bij mij hier niet helemaal klopt. Nou, een ei, dat is trouwens best heel lastig om te schilderen. Ja, hier moet nog een stukje aan, zie ik. Daar. Dus ik pak weer even mijn kwast. Doe ik helemaal geen verf aan. Ik ga gewoon met die vuilige kwast. Het is toch in het licht, dus daar kan nog een stukje aan. Volgens mij is maar heel iets. En wat ik ook nog doe, dat laat ik jullie zien. Een klein beetje licht te creëren. Ik pak een heel klein beetje van het geel en het wit. Dan ga ik er nog een klein beetje extra licht op zetten.
penseel afvegen. Klein een beetje wit erbij gedaan aan mijn kwast. Nou. Dat is die. En nou de laatste. Ja, weet je, ik moet eigenlijk wachten. Want ik had hier natuurlijk moeten beginnen. Maar ja, we zijn een half uurtje bezig. Ik wil het toch graag even laten zien. Dus ik veeg mijn penseel weer even af. Want die gaan we geel maken. Dan heb ik het eerste laagje erop staan. Kunnen jullie ook weer verder. Dus daar komt mijn paletje weer. Kijk aan. Wat ik al zei, geel is een hele moeilijke kleur. Maar omdat we cadmium geel gebruiken, die is dekkend geel. Dus ik zet mijn palet even zo. Dan kan ik een kleurtje mengen. Ik pak mijn cadmium geel. En wat doe ik daarbij? Een beetje gebrande sienna, mijn donkerste kleur. Daar maak ik mijn geel natuurlijk donker mee. Ook weer die bruine kleur. Met die vuilige penseel pak ik weer een beetje cadmium geel en maak ik er een iets lichtere toon van. En dan veeg ik mijn paletmesje weer af. Pak ik cadmium geel en daar voeg ik een klein beetje wit aan toe. En dan krijgen we mooi lichtgevend een beetje citroengeel. Dus wat heb je? Donkergeel, middentoon en je lichtste geel. En die gaan we weer inschilderen. Terwijl ik weer een klein beetje liquin op mijn... Ik moet hem even zo zetten voor jullie. Ja. Ik doe weer even een klein beetje liquin op mijn paletje. En ik begin met die donkerste kleur. Oh, even afvegen, want er zit heel veel oranje nog in. Ik begin met die donkerste kleur. Een beetje liquin. Ja. Nou, hieronder moet hij natuurlijk donker zijn. En ik vind hem nu wel erg veel lijken op die oranje. Dus ik ga eens even kijken dat ik nog een beetje sienna erbij doe, denk ik. Ja. Maak hem iets bruiner. Ja, nu moet ik natuurlijk oppassen dat ik de verf niet meeneem. Want mijn cirkels daarboven, en dat is het handige dus van achter naar voren schilderen. Want nu moet ik er echt wel een beetje netjes bij blijven, anders pak ik het oranje of het rood mee. Achter allebei deze komt natuurlijk een beetje die schaduw vandaan. Dus we beginnen met bruin, terwijl we een gele bal gaan maken. Gemengd met gebrande sienna. Nou, meer dan dit moet het niet zijn. Deze kant zit natuurlijk ook... Oh, zie je dat ik die rode te veel weer heb? Dan ga ik gewoon weer een beetje overheen, alsof er niks gebeurd is. Hopla. Vervolgens maak ik eerst mijn penseel weer even schoon. En pak ik toch nog weer even die donkerste kleur. Want dit is natuurlijk de schaduwkant van deze cirkel. Dus dan zet ik iets donker op. Maar niet zo donker als achter die ballen vandaan komt. Maar ik pak het wel een beetje mee. Want anders wordt hij te bruin en we willen een gele. Oké. Ik veeg mijn penseel weer even ietsje af. En pak een heel klein beetje liquin en mijn middentoonkleur. Die zet ik er weer iets vandaan en dan ga ik daar naartoe. Zonder het nog te veel in elkaar te blenden. Hè? Dat zien jullie, hebben jullie natuurlijk al bij die andere twee gezien. Dat ik dat pas op het laatste moment doe. Even draaien, anders kan ik het niet goed bij. Nou is dit een veel kleinere dan die andere twee. Dus vind je dit fijner met een klein penseel, doe het gewoon, hè. En nu gaan we het mooie hoge liggen tegenaan zetten. Dus weer even het penseel afvegen. En dan pak je je hoogste licht. Nou gaat hij echt licht geven.
Er zit wat meer wit in, dus dan is het wat stroever de verf. Dan draai ik hem weer een kwartslagje door. Nou, misschien had ik hem wel blauw moeten maken. Was voor het contrast ook wel mooi geweest, denk ik. Maar we maken hem geel. En dan zie je, dan begin je eigenlijk met een roodbruine kleur. En uiteindelijk wordt het een gele band. Terwijl ik zie dat ik een beetje de vorm kwijt begin te raken. Dus even weer mijn penseel schoonmaken. Weet je, als je dat schildert en het klopt niet, dat ga je wel zien hoor. En in zo'n onderschildering, ja, dat kun je nog een beetje raak doen. Dat maakt niet zoveel uit. Maar als je op een gegeven moment echt voor het echtje gaat schilderen, dan moet het wel kloppen. Ik veeg mijn penseel weer af. En dan ga ik de kleuren een beetje met de platte kant naar elkaar toe werken. Zie, ben ik ook wel uitgeschoten daar, zo'n fliebeltje. Als ik me focus, dan kan ik ook nooit praten en schilderen tegelijk. Even een schone kwast. Dan ga ik er toch nog weer een beetje extra hoog licht inzetten. Anders wordt hij te bruin. Maar nogmaals, kan mij niet snel donker genoeg. Ik pak weer even mijn penseel en ik pak mijn lichtste kleur. Deze weer. Nou, het valt me mee, ze zijn al best heel dekkend, maar die hele lichte kleuren die zuigen altijd iets in het donker hoor. Dus het zal morgen al iets anders zijn dan wanneer het, als het opgedroogd is. Mijn schone kwastje. Even afvegen. Klopt. Ja, dan zie ik dat hij hier vangt hij net te veel schaduw. Want het licht komt echt van die kant, dus dan kan dit nooit zo donker zijn. Dus dan moet ik nog even gaan herstellen. Dus daar ga ik een beetje licht tegen aanzetten. En dan blijf ik even bij dit kleine kwastje, denk ik. Met die grote kwast schiet ik een beetje uit naar die oranje bal. Dat heb ik hier al gedaan, zie je, er zit al een vlek. Maar dat geeft niet, want de achtergrond moet nog een laagje. Ook even doen. Pak mijn lichtste kleur, het hele lichte geel. Nou, ik denk dat ik met dit een heel eind ben. Ja, even kijken of het licht valt er een beetje op zo. Hier zit ook een deuk in, zie je het? Dus daar moet ook nog een fietsje aan.
Een kwast afvegen en dan gewoon vanuit die natte verf. Volgens mij moet dat een beetje kloppen zo. Lijkt die hier ook nog weer terecht. Maar dan moet ik oppassen dat ik niet te lichte kleuren pak. Het scheelt er gewoon iets over dat rood heen. Want dan kan ik dat rood wel weer herstellen, want dan valt deze er echt goed achter. Dus krijg ik de vorm niet goed. Nou, misschien zijn we toch al weer 3 kwartier verder. Pak even een heel klein beetje blauw aan mijn penseel. Oh. Schilder ik even dit een beetje weg, want dat is een vies vlekje. We gaan er toch nog een keer overheen, maar dan worden we in ieder geval niet door afgeleid. Nou, dit zijn ze denk ik. Ja, ik zie dat ik hier nog een beetje donker bij mag doen. Ja, zo blijf je bezig. Maar wat ik zeg hoor, die vorm die vind ik wel fijn als die klopt. Penseel afwegen. Zit er hier te veel verf, wordt die hier weer veel te donker. Het is gek te zien, want hier deze kleur, het is net alsof er hier, of het nou niet klopt, want die kleuren die blenden te veel in elkaar. Dus ik ga dat even met mijn kleine kwastje, terwijl ik deze even afveeg. Pak ik weer gewoon even puur mijn gebrande sienna. En dan maak ik dit even ietsje donkerder. Anders dan is het net alsof dat, zeker op camera, als ik ervoor zit, valt het wel mee. Maar alsof hier een gekke deuk in zit, in die voorste. En dat moet natuurlijk niet. Puur die gebrande sienna. Ja, zien is wel beter. En dan zet ik gewoon met mijn penseel dit er even weg. Jo.